Oké, de test die loopt inmiddels. Dus ik test met de tester en het PC-programma dat bij de tester kan worden gedownload van onze website. De test is nu momenteel onderweg. En even zien. Ja, we zien hier verschillende lijnen. En deze lijnen, die staan natuurlijk ergens voor. Die staan voor de termen. Ja, U. Hier is het voltageverloop. I. Is de belasting. We zien hier duidelijk dat deze lijn, die I, is een kronkelende lijn. En die kronkelende de lijn is dus eigenlijk de instelling die staat. We zien dat ook hier in de balk. Hè. We hebben hem op 5 staan. Dus, maar die 5 is niet continu. Er zit, de belasting is wisselend. En wat gebeurt er nu? De tester test een accu. Dus nu met 5 ampère, maar iedere minuut halveert die belasting van 5 naar 2,5. En dat doet hij voor 2 seconden. Dus hij gaat van 5, 2 seconden terug naar 2,5 en daarna weer naar die 5. En dat doet hij gedurende de gehele test. Ja, vanzelfsprekend heeft dat ook weer een invloed op de interne weerstand. Dat is deze lijn die we hier zien. En de interne weerstand die opent altijd wat hoger en die zal dan wat inzakken. Dus hoe lager die interne weerstand natuurlijk, hoe beter. Nou, we zitten hier zo'n een beetje rond de 0,15 en hij zakt al wat in. We zijn nog maar net aan het testen, dus hij zal nog wel meer inzakken. Dus eigenlijk zijn er maar 3 lijnen die hier worden weergegeven. En alles wordt eigenlijk ook hier aangegeven. Ja, het serienummer weer, de firmwarevisie, de meting is dus gestart, de tijd dat we aan het testen zijn, voltageverloop, de belasting, de interne weerstand die gemeten wordt, de laatst gemeten spanningen, nou, U-open, al dat soort zaken wordt hier weergegeven, maar het belangrijkste eigenlijk staat hier rechts onderaan op het testrapport. En daar zien we staan hoeveel capaciteit in watt per uur en in ampère per uur deze accu nog heeft. Aangezien we de nominale waarde hebben ingevuld van de accu. Dus als ik die accu nu zou kopen, dan heeft hij 36 volt, 11 ampère per uur, 396 watt per uur. Dat vergelijkt hij met wat hij daadwerkelijk test. Ja, omdat we nog maar net aan het testen zijn, is dat nu nog maar 4%. Aan het eind van de test staat hier een ander getal. Tenzij deze accu natuurlijk hartstikke slecht is en die er zo mee stopt, maar daar gaan we niet van uit. Ja, het interessante hiervan is dat hier dus direct een percentage staat. En dat is ook aan een klant uit te leggen. Van, ja, uw accu, die heeft die fiets bij ons aangeschaft destijds, had hij 100%. Nou ja, in de loop der jaren in alle servicebeurten waarin accutesten zijn gedaan, zie je die accu teruglopen. En ja, je ziet dus ook het percentage teruglopen. En een klant begrijpt ook dat bij aanschaf kon hij er 100 kilometer mee fietsen. Hij is niet zwaarder geworden. Hij fietst niet andere routes of wat dan ook. De bandenspanning is in orde, noem maar op. En ja, het percentage neemt gewoon af. Een accu wordt gewoon minder in de loop der jaren. Dus hij zal dat ook begrijpen. En je kan ook een klant gaan adviseren van, nou ja, het percentage is nu 70%. Ja, het is verstandiger nu een nieuwe accu aan te schaffen. Dus er is ook geen discussie meer met de klant. Ja, wat ik nog niet verteld heb, is dat het ook mogelijk is, en dat had ik al eerder, het is mogelijk om dit logo te veranderen. Dus nou zijn we aan het testen, maar het is mogelijk om voor de test staat hier ook, klik hier voor op het logo en dan is een eigen logo up te loaden, zodat ook uiteindelijk op het testrapport een eigen logo van jezelf kan worden gezet. Nou, ik symboliseer maar weer even dat de test klaar is. Dus ik trek hier de stekker eruit. Dus dan denkt hij ook hier. Test is klaar, zou hij zo zeggen. Even zien. Test klaar, denkt hij. Nou, prima. We denken dus dat de test klaar is. Dan kan ik hier op printen drukken. Ik druk hier op printen. En dan selecteer ik een PDF-printer. Even zien waar die van mij staat. Hier. Waarom? Print ik het nu direct op papier, op een printer, dan ben ik het rapport verder kwijt. Ja, ik heb het alleen op papier en hiermee kan ik het opslaan. Dus ik selecteer dat. Ik druk op afdrukken.
En ik kan het nu opslaan op mijn bureaublad als test. Doe dat even. Test opslaan. Oké. Nu heb ik hier een PDF-rapport. Dus dit kan ik bij de fiets plakken. Ik kan het bij een factuur doen aan de klant. Ja, en zo is het. Het testrapport is natuurlijk vanzelfsprekend, omdat het PDF is ook via software en dergelijke bestaande automatiseringsprogramma's daar op klantniveau op te slaan.